De remiddels gaat 2 maal langer mee dan mislukte imitatie. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is however not the BBC. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio, communicatie die altijd blijft werken. Today is the first day of the rest of your life. And what a good day, to have a good day. Daily Minutes, 9 mei 2022, dit is het bulletin van maandag. Daily Minutes, 9 mei 2022. Dit is het bulletin van maandag. Ik had vorige week een Daily Minutes ingesproken en die heb ik nog niet online gezet. Dat is vanwege de drukte toen er niet van gekomen. Vandaag is het niet zo druk als dat het afgelopen week was. Ik ben ook aan het proberen om dat wat beter te reguleren, maar dat lukt nog niet helemaal. Ik mis eigenlijk ook wel het maken van Daily Minutes afleveringen meer en meer. Ik heb altijd in de zomer kriebelt het altijd om nieuwe dingen te doen. Ik heb dat dit jaar wat vroeger, want het is natuurlijk nog lang geen zomer. Maar ik zit een beetje te denken om toch weer wat te beginnen. Ik doe natuurlijk niet helemaal niks. Ik heb veel, maar dan ook heel veel filmpjes op zowel op wokka.be. En dat is dan wokka.be/apenstaartje-panel-ete. Daar staan een aantal filmpjes. Op die site kan ik filmpjes van 30 seconden maximaal kwijt. En daarnaast op youtube-panel-ete. En daar staan er wat langere filmpjes. Een deel van de filmpjes die op wokka.be staan, die post of herpost ik ook op YouTube. Maar een aantal daarvan ook niet. Dus het loont de moeite om op beide te kijken. En wokka.be is tevens mijn enige punt waar ik serieus aan sociale media doe. De reden daarvan is dat ik bij de commerciële sociale media dezelfde bezwaren zie die ik tegen mobiele telefoons heb. Of eigenlijk meer de smartphones en de privacy issues die daarmee zijn. En die heb je op wokka.be grotendeels niet. Hoewel je kunt wokka.be ook alweer combineren met een smartphone en dan haal je toch weer de duivel in huis. Over het algemeen is ben je daar beter af dan bij de grote sociale media. Wokka.be is bovendien een server die van mezelf is. En die ben ik begonnen op het moment dat ik op PI2NOS met de Daily Minutes stopte. Wonderlijk genoeg heb ik de afgelopen 3 weken meerdere keren de vraag gehad of ik niet genegen was om opnieuw op PI2NOS of ergens anders op een amateurband die dagelijkse uitzendingen te beginnen. Sommige daarvan die merken dan ook nog op. Dat ze het wel graag wat meer in een stramien zouden willen hebben zoals een radioprogramma is. Dat is niet heel makkelijk om dat op een amateurband te doen, want voor een deel mag dat niet. Je mag niet omroepuitzendingen doen, mag er niet omroepachtig uitzien. Maar blijkt dat AT dat door de jaren heen, soms wat wisselend, maar toch eigenlijk wel vrij ruim geïnterpreteerd heeft. Ik heb... Dat kan ik nu wel zeggen, omdat het nu van de baan is. Maar toen de groep Hobbyscoop stopte met de uitzendingen van PI4AA, toen heb ik overwogen of ik niet iets zou willen doen op dat gebied. Ik zou daar niet het complete station voor willen inzetten. Maar ik had in dat geval de uitzendingen 1 keer per maand op bijvoorbeeld een korte golf omroepstation willen doen. Dan heb je ook wat meer armslag. Dan kun je desnoods muziek draaien. En in ieder geval kun je dan... die rubriek dan ook als een omroepuitzending doen. Hè? Ik zou hem zelfs serieus kunnen oppakken om het in het Nederlands en het Engels te doen. Maar ik heb grote moeite om uitzendingen te doen die aan een vereniging gekoppeld zijn. Omdat dat toch wel botst met mijn mijn onafhankelijk zijn als journalist. Dat vind ik toch wel heel belangrijk. En ik snap het belang van zo'n vereniging heel goed ook. Dat... En er is me wel bij, ik zal niet zeggen waar, want er zijn meer verenigingen, maar er is me wel eens zoiets aangeboden. En dan was het van, ja, je krijgt vrijheid van handelen. Maar ik zie dat dan toch gebeuren. Dat was op PI2NOS ook.
er waren dingen die men niet wilde dat ik zou gaan doen. En daar was het wel zo dat het vaak wel praktische bezwaren waren. Hoewel dat soms ook wel eens te ver ging. Maar als ik de doorgeefluik van een vereniging ben, ja, dan ben je het officiële orgaan van een vereniging. En dat betekent wel dat je het standpunt van die vereniging ook moet verkondigen. En ja, ik weet niet of het dan wel past om onderwerpen te brengen. Stel dat zo'n vereniging ter discussie staat of een andere vereniging heeft kritiek. Kun je dat dan wel vrij brengen? En als je het vrij kunt brengen, interpreteren mensen dat wel als een vrije informatie. Ik heb bij de Daily Minutes wel gehad, trouwens, dat mensen vonden dat ik daar ook geen dingen mocht publiceren die kritiek waren aan het adres van welk van de verenigingen ook. Dat vind ik een beetje raar. Ik bedoel, ik was een onafhankelijke journalistieke redactie had ik. Ja, ik vind dan toch dat ik de waarheid moet publiceren, dat ik niet, als er dan ineens iets is van een van de verenigingen of iets ten nadele van de amateurhobby, dat ik dat dan niet mag brengen. Dus dat is dan ook weer zo wat. Ik blijf nog steeds dat ik heel graag interviews wil brengen. Het is reëel gesproken met werkweken van soms meer dan 100 uur per week gewoon niet te doen. Ik wil ook nog iets aan de hobby doen. Dus ja, dat blijft even liggen. Maar ik doe wel aan video, dat ben ik heel blij mee. Ik doe nog niet zoveel als ik zou willen. Ook nog niet. Sommige dingen zijn heel tijdrovend. Dus als ik echt serieuze dingen zou willen doen daar, dan zou er één keer in de 14 dagen zou ik iets maken of zo met de huidige beschikbare tijd. En dat is wat weinig. Bij audio is dat makkelijk. Ik ga nu om 5:30 zitten. En dan denk ik van nou, ik zou om 6:00 wel eens kunnen beginnen met inspreken. Waar ga ik het over hebben? En dan heb ik soms een briefje, soms niet. En bij mij komen de woorden vrij gemakkelijk. Dus dat is ook verder geen probleem. Ik ben niet super goed bij stem, merk ik. Mijn lage timbre is er niet helemaal, maar dat komt omdat mijn stem wat schor is. En dat is vrij zeker, dat is de oorzaak hooikoorts. ja, maar of ik nu weer opnieuw iets ga doen en of ik dat anders of hetzelfde ga doen, ik heb niet echt zin om hetzelfde te doen als in het verleden. Dus ik denk dat dat niet aan de hand is. Ik denk trouwens ook dat ik de komende dagen die uitzending die ik vorige week heb ingesproken, die ook een beetje bespiegelend was, dat ik die toch ook nog ga brengen. Dan zet ik aan het begin wel de datum van die dag. En dan aan het einde meld ik dat het eerder was opgenomen. Maar daar heb ik wel, was dat wel goed. Gisteren 's nachts zat ik dat in te spreken. Ik dacht vorige week, kon ik niet slapen. Zoals het de laatste tijd vaker is. De laatste nachten slaap ik heel aardig. Ik heb het ook wat rustiger dus. Ik ben met veel dingen bezig. Ik ben met de webshop ben ik aan de gang. Dat ligt er al jaren, maar dat komt nu toch een beetje uit de verf. Ik ben bezig wat nieuwe producten te ontwikkelen waar ik wat mee wil doen. Dat is ook wel niet. Bij mij is het altijd zo. Ik heb altijd wel wat plannen die ik jong leer. Ik zeg het wel vaker. Hè. Eigenlijk vanaf mijn vroege jeugd is het zo. Nou, toen ik heel klein was, toen fantaseerde ik erop los en toen kon ik die plannen niet verwezenlijken. Maar ik ben nu wel tevreden als ik één op zeven dan die werkelijkheid wordt. En vaak is het ook wel zo dat die plannen langere tijd blijven en soms wat veranderen. En dan ineens toch de praktijk worden, omdat ik de juiste contacten ineens heb. Of omdat ik ineens zie hoe ik het wel kan verwezenlijken. En ja, dat is ook goed wat dat betreft. Ik ga dus waarschijnlijk met twee antennetjes komen. Ik moet nog eens kijken hoe dat precies eruit gaat zien. Maar ik heb al twee concrete types die ik zou willen maken en misschien zou willen verkopen. Maar ja, daar moet er wel belangstelling voor zijn. Hè? Ik ben nog steeds met het pedestrian gebeuren bezig. Ik ben wel bij de tassen blijven steken. Maar ik heb een operationeel station. Maar ik heb zo druk dat het eigenlijk er bijna niet van komt om daar ook mee in de lucht te komen. Ja, wat doe ik verder nog? Ik heb geen geschikte bodycam, dat is mislukt. Ik had een fraaie verborgen camera gekocht, maar die zit in een balpen verstopt. Maar dat blijkt toch niet kwalitatief genoeg, goed genoeg product te zijn. Ik heb er nu twee gehad waar een defect mee was. Ja, dan denk ik, als ik van dat type de twee heb, dan ja, blijft die het dan wel doen over 4 maanden. Hè? Dus, en eerder had ik een dashcam gekocht, die op zich heel geschikt was als bodycam.
Alleen dat was een wat ouder ding en er was een ingebouwde, niet te vervangen accu. En er was accu voor stuk. Ja, dan doe je ook niet zoveel meer. Hè? En er waren nogal wat problemen mee, waarvan ik denk dat dat ook niet met een accu alleen opgelost is. Dus ja, dat ging niet door. Ik heb me nu aan de vrij goedkope apparaten, dus misschien dat ik toch aan wat duurder moet kopen. Ik ben ook te overwegen om een keer een 360 camera te kopen waarmee je om je heen kunt kijken, zeg maar, in het beeld. Maar ik weet niet of ik dat werkelijk ga doen, want het is wel erg omslachtig om die filmpjes online te zetten en dan kost het nog meer productietijd. Zeker als je dat al vaker doet en gebruik ik het wel vaker. Zo'n bodycam is al een beetje de vraag, maar een bodycam is wel leuk als ik die pedestrian experimenten doe, want ik heb dan in de ene hand de transceiver, in de andere de microfoon of in de ene hand de accu's. En nou ja, goed, in ieder geval, het is handig als je dan twee handen vrij hebt en niet ook nog een hand moet gebruiken en voortdurend die camera moet bedienen. Zij het dat de beelden misschien niet helemaal perfect zijn, niet helemaal goed uitgelijnd als je dat ding voor je borst draagt, hè? Maar goed. Zo is het altijd wat. Ja, om die prototypes voor de eventuele antennes te maken heb ik een klein laser, nee niet een laser, een 3D-printertje gekocht. Die heb ik nog niet uitgeprobeerd, maar die lijkt het, dat lijkt er gewoon een heel redelijk ding. Zij het dat die de kwaliteit niet super is wat die oplevert en ook het formaat wat die maxima aan kan is niet zo heel groot. Maar tegelijkertijd is het een beetje om te kijken of ik er wat mee kan. Dus dat, ik hoop daar de komende dagen toch mee aan de gang te kunnen. Want dat ding dat ligt er al anderhalf week. Dus dat moet ook weer niet te lang duren. Maar het is om wat kleine onderdeeltjes in die antennes te maken. Misschien wel ook wat andere dingen die ik wil doen. En of dat alleen voor het prototype is of dat ik dat ook voor productie ga gebruiken. Ja, dan moet ik eens kijken of het goed genoeg is. Of een andere printer die beter is, misschien niet te duur is. En maar eens even zien. Eerst maar eens even een paar antennes maken en eens even kijken hoe dat uitpakt. Iets wat ik het laatste half jaar best wel mis, dat is dat ik wat minder doe de laatste jaren aan onderzoeksjournalistiek. Dat zou ik eigenlijk wel wat meer willen doen. Dus of ik, ja, ik weet ook niet of ik me daar nou wel mee echt, hoe zeg je dat? Nou ja, of ik dan wel wil doen voor een tijdschrift of zo. Want dan ben je toch alweer belemmerd binnen dat stramien. En ik zou eigenlijk wel mijn eigen keuze willen maken. Maar voor onderzoeksjournalistiek is het ook wel handig als je een club achter je hebt staan. Dus ik ben daar nog niet helemaal uit. Maar ik vind dat speurwerk ontzettend leuk. Ik doe af en toe wat... kan ik dat zeggen? Ja, dat kan ik wel zeggen. Ik doe af en toe wat privacy... Hoe zeg je dat? Privédetective-achtig apparaat. Ja, ik ben nu afgeleid. Ik zie ineens dat er wat in mijn spambox zit wat niet hoort. Potverdikke me. Dat is de laatste tijd elke keer raak. Oh jee, dit is ook niet een beetje ook. Jemig te pemig. En dan moet je er snel bij zijn. Oh, wat een droevenis is dat. Nou, daar moet ik echt eens serieus naar kijken. Dit is echt niet te hacken dit. Nou... Zo, knippen. Ik heb even pauze eruit. Dat heb ik geregeld. Maar ik mis het onderzoekwerk. Ik doe handspandiensten soms voor wat clubs. En dat is eigenlijk gewoon simpel researchwerk. Het is niet spectaculair. Maar ik merk daar dus wel aan dat ik sommige van die dingen uit het verleden wel erg aan het missen ben. Ik heb daar ook wel wat leuke dingen mee tevoorschijn getoverd af en toe. Die toch ook wel landelijk opzien baarden. Dus het had ook nog zin. Maar ik moet eens even kijken in welke vorm ik dat doe. Want als ik nu begin voor een blad wat misschien lukt. Je weet het niet. Maar wat een beetje toch, hoe zeg je dat, een van de bekendere media is, dan legt dat ook weer zo'n druk op mij. En ik draai nu net met het vertaalbureau zo goed. Ik denk dat het heel verstandig is dat ik nu mijn webshop de prioriteit geef. En dit is dan weer iets ernaast wat potentieel heel veel tijd kost. En waar je ook heel secuur mee moet zijn. Dus dat moet eens kijken of ik dat wel wil. Maar ik wil de komende weken in elk geval eens onderzoeken of ik niet voor de Daily Minutes toch een serie kan maken of zo. Ik denk niet dat ik nieuwsberichten moet doen momenteel, maar of ik niet een serie kan maken over een interessant onderwerp of zo. Of misschien moet ik toch gewoon een keer iemand strikken voor een interview of zo.
En dat doe ik wel iemand die ik niet ken. Ik had in eerste instantie zoiets, dat is de afgelopen 2 jaar zo. Ik vraag wel een keer iemand die ik goed ken. Maar ik denk dat ik dat niet... Ik heb dat een paar keer gedaan, die mensen wilden niet. Dat is ook prima. Maar ik denk dat ik gewoon een keer iemand moet benaderen daarover. Ik word ook wel weer benaderd om allerlei artikelen te schrijven her en der. Dat doe ik momenteel ook niet zoveel. Vanwege die grote drukte. Maar ik heb daar zelfs een korte backlog met artikelen. Dus ja... En ik doe nog allerlei dingen, behalve deze podcast, ook met gesproken tekst. Nou, we zullen zien. Of ik erin slaag om er voldoende tijd mee vrij te maken. Het aardige van die dagelijkse uitzendingen in die blokjes is wel, het is elke dag hetzelfde tijdstip. En eigenlijk vanaf ongeveer 2001 heb ik dat tijdstip vaker ingeruimd voor ofwel het schrijven van columns, die ik dan iedere dag publiceerde, of het maken van iets als de Daily Minutes dagelijks. Ik heb al eens vaker verteld, maar de gedachte daarachter was... Ik las altijd verhalen over Simon Carmichelt, en ik ben lange tijd een groot fan geweest van zijn korte verhalen. Maar Simon Carmichelt die slaagde erin om gedurende een enorm lange tijd 5 tot 6 van zijn kronkels per week te publiceren. Ik dacht dat het er 5 waren. En er werd altijd zo over gedaan van nou, het is zo knap dat hij dat kan. En toen dacht ik van nou, zou ik het aankunnen om bijna zoveel te leveren? En is dat dan nog leesbaar? Het lezen waard bedoel ik. En ja, dat blijkt makkelijk te kunnen. Ik kan er ook wel... meer op een dag doen. Ik heb van die Daily Minutes uitzendingen wel dan... op NOS was het wel zo. Dat ik dan had ik er s'avonds eentje uitgezonden. En dan dacht ik, verrip, ik heb eigenlijk nog een heleboel inspiratie. Dat heb ik nog niet, dus dan maakte ik die ochtenduitzending van de ochtend erop, die maakte ik langer. Dus daar plakte ik dan 1 of 2 onderwerpen extra nog aan vast. Ik bedoel, ja... Dus ja, dat ging wel. Maar ik moet dan wel inderdaad in een flow zitten waarbij ik langer... een flow waarbij ik dat dus dagelijks doe, zeg maar. Hè? Want dan zit je zo... Dan hoef je ook niet... Dat is nadeel als je 1 keer per week een uitzending maakt. Dat is bij die video's ook zo. Dan moet je elke keer... Moet je alles organiseren. Je moet er maar mee beginnen. Dus dat is ook al een drempel van ja, ik heb inspiratie, maar is het wel voldoende kwalitatief om er wat mee te kunnen? Nou, dan moet je ermee beginnen. En dan, ja, dan moet je eigenlijk alles. Het is geen lopende bandwerk. En die dagelijkse uitzendingen zijn niet bepaald lopende bandwerk, maar het is wel mooi dat je in je routine zit van nou, 7 uur moet het klaar zijn. Het is nu 6:55 ruim. En maar 7 uur moet het klaar zijn, want anders heeft het geen nut meer. Dan schuift het door naar morgen. Dus dat zet een gezonde druk op de inspiratie. Als je niet al te laat begint dan weer. Maar, en dat werkt gewoon heel goed. Dan kost het helemaal niet veel tijd om zo'n uitzending te maken. Terwijl je het anders misschien een halve middag over doet. Misschien zou ik die uitzending in Amerika, die zou ik misschien ook op een dag al moeten. Die korte itempjes daarvoor, die zou ik ook op een middag moeten opnemen. Dan. Dat is misschien wel een idee. Dan doe ik er in ieder geval wel korter over, ja. Maar het is wel zo dat dat werkt ook niet. Wat je wel hebt als je veel achter elkaar doet. Toen ik heel veel interviews deed, is mij wel gevraagd van ja, bijvoorbeeld deed ik een aantal in Duitsland en in België. En de opdrachtgever van nou, dan ga je daar toch in een hotel en dan doe je er 1 stuk of 6. Ik werd gegarandeerd zoals ik werk. Ik werk nogal op... als ik iets wil onthouden, bijvoorbeeld een lezing, dan gebruik ik daar de methode van de Romeinen voor. Hè? De Loci-methode heet dat. Romeinen die hadden voor voordrachten, het was ook niet iedereen kon schrijven. En die voordrachten die leerden ze door zich een wandeling voor te stellen. Dus dan, en dat werkt heel goed. Als je dan denkt van nou, ik liep toen in die straat, of ik loop dan in die straat en dan denk ik aan dat onderwerp in die straat. Nou, dan raak je de volgorde van je verhaal niet kwijt en je herinner ze ook heel makkelijk. En datzelfde heb ik als ik in een hotel zit. Maar als ik een aantal mensen daar ga interviewen, ja, dan gaan die interviews die gaan door elkaar lopen. Ik schrijf nooit al te veel op bij de interviews. En ik neem ze ook niet op. Dus wat ik doe is dat ik
onleesbaar meestal, steekwoorden opschrijf. En aan de hand van die steekwoorden en hoe ik die neergekrabbeld heb, weet ik dan hoe het gesprek verlopen is. Maar dat is na 14 dagen is dat ook grotendeels verdwenen, maar dan is er wel veel weg. Dan weet ik alleen de belangrijkste dingen nog. En dan, als ik ga graven, maar dan gaat het tijd kosten. Maar het punt is, als ik er 2 of 3 doe op een plek ver bij huis vandaan en ik verblijf daar een tijdje, ja, dan als ik die verhalen pas ga uitwerken als ik terug ben, dan gaan die verschrikkelijk door elkaar heen lopen. Dus dat wil je echt niet. Dan verdwijnt het unieke aan die verhalen. Dus ik dacht dat ik dat niet kon en ik heb dat toen geweigerd. En gelukkig, die opdrachtgever die was bereid om mij dan elke keer de reis ook te vergoeden. Dat was voor hen natuurlijk flink duurder. Maar ja, het ging wel de kwaliteit van het verhaal. En ik was toen een van de beter betaalde. De kwaliteit van het verhaal ging wel enorm omhoog. Dus dat had echt nut. En gelukkig begrepen ze dat. Dus ja. Dus dat is dan het nadeel van veel verhalen achter elkaar doen. Maar als het over nieuwsitems gaat, is dat wat minder problematisch dan bij interviews. Bij interviews laat ik echt wel het achterste van mijn tong volledig zien. Ik vind dat gewoon heel belangrijk werk. Ik vind ook heel belangrijk dat alle aspecten van zo'n verhaal of van wat iemand wil vertellen of wat iemand misschien niet wil vertellen, maar wat wel interessant is, of wat er zo in het loop van het gesprek opdoet. Dat is wel iets wat belangrijk is, waar je veel werk en tijd in moet steken en met veel aandacht moet doen. Maar het is wel zo dat met alle harde werk de afgelopen 2 maanden de boel wel een beetje op de achtergrond geraakt is wat de Daily Minutes en de podcast in het algemeen betreft. En gelukkig heb ik dan nog wel filmpjes gedaan. Maar dat is ook wel de reden misschien dat ik af en toe het als excuus heb genomen om geen gesproken uitzending te maken. Dus ja, dat zit er natuurlijk ook nog wel aan. De afgelopen paar dagen heb ik me bezig gehouden. Ik heb een paar van die kwesties die door de jaren heen mijn interesse wel enorm hebben. En een van die zaken is een in het oog springende kwestie waar de Amerikaanse Wondery. Dat is een van de grote podcastplatforms. Dat zijn organisaties vergelijkbaar met grote omroepconglomeraten. Maar die hadden dus een podcast over de Britse undercover agentenaffaire. Ik vind dat nog steeds ongelooflijk. Het speelt 11 jaar geleden. Toen kwam het in de publiciteit. Maar het speelt echt ook al 30 jaar daarvoor. 20, 30 jaar daarvoor. Een aantal geheime agenten die van de politie notabene, undercover agenten moet je zeggen. Want geheime agenten, dat is eigenlijk een beetje een bargoense kreet. Maar undercover politiefunctionarissen die undercover gingen in een tamelijk onbeduidende groepering van protesterende lieden. En de eerste aanleiding om daar wat mee te doen, dat was dat het nog in de Koude Oorlog was. Maar ze werd niet alleen uitgebreid geïnfiltreerd, maar die mensen die werden daar voor minstens 4 jaar in zo'n club ondergebracht. En die gingen volledig het leven leiden. Er waren erbij die namen grote tatoeages, wat als politieagent niet zo verschrikkelijk en zeker niet dergelijke tatoeages gebruikelijk is. Allerlei piercings en ik weet niet wat allemaal. Maar die werden ook aangemoedigd als dat niet, als dreigde hun koffer. Onthuld te worden, dan werden ze aangemoedigd om dan maar een relatie met zo iemand aan te gaan. Als het weigeren van zo'n relatie hun identiteit bekend had kunnen maken. En er werd wel gezegd van nou, je moet er dan zorgen dat dat niet te goed gaat met die relatie. Maar ja, als jij een groot deel, de mensen die waren daar dagelijks. En niet alleen zijn er dus wat nu vaststaat, zeker 35 of 36 agenten op die manier in relaties met vrouwen in de protestbeweging terechtgekomen. En waarschijnlijk zijn er meer. Maar er zijn dus ook een aantal kinderen uit ontstaan. En ja, dan is wel de vraag, heiligt het doel de middelen? Ik vind het sowieso schokkend. Het verhaal dat allereerst, het lijkt helemaal niet nodig bij een vredelievende club die eigenlijk alleen maar wat protesteren. Maar ze bemoeiden zich dan ook nog uitgebreid met de politieke doelstellingen van die clubs. Dus er werd een groot aantal van de rechtszaken, bijvoorbeeld tegen die mensen die protesteerden, die zijn afgeblazen. Ik geloof zelfs allemaal. Omdat die allemaal waren aangezet door die
politiefunctionarissen. Dus mensen zelf die hadden eigenlijk helemaal niet zo van, nou, we moeten nou iets doen wat niet mag. Maar die politiefunctionarissen die zeiden van, oh, maar moet je dit doen, moet je dat. Ja, en vervolgens wordt de hele club opgepakt. Dus die rechtszaken die zijn allemaal afgeblazen. Maar het was een tamelijk gevaarloze club. En de vraag is dan, is het dan echt nodig om 30, 40 jaar lang allemaal van die figuren daar te hebben rondlopen, die dat dan in de gaten houden, terwijl je dat binnen de IRA niet doet, binnen de rechtse groepering gebeurde het zeer sporadisch. Vreemd allemaal. Er waren van die agenten die er rondliepen, waren ook twee vrouwen, waarvan volgens mij niet bekend is of die ook een relatie aangegaan zijn. Maar die relaties die gingen ver. En bijvoorbeeld gingen ze, er zijn vrouwen die vertellen dat ze 8 of 9 keer met zo'n man een lange vakantie van een fix aantal weken hebben gedaan. In Vietnam, echt in de verste landen. En het was dan ook nog zo dat die agenten die werden erop uitgezocht om te voorkomen dat dit dus mis zou gaan. Als er een relatie aangeknoopt moest worden. Die moesten thuis getrouwd zijn en een stabiele relatie hebben. Dus die hadden vaak thuis ook kinderen. En in ieder geval, in één geval leidde het bij een agent tot heel erg. Ja, ik denk wel met meer, maar één is heel bekend. Die had veel meer met zijn nieuwe leven dan met zijn oude. Lijkt het. Het kan ook zijn dat hij dat mooi voorspeelt. Maar er is één agent veroordeeld die wel heel erg ver ging. Maar voor de rest. Het is nog steeds niet duidelijk wat de schaal precies ervan is. Het speelt al 11 jaar. Het komt steeds opnieuw in de publiciteit. En dat is momenteel ook weer een beetje zo. En dat gebeurt ook omdat ze hebben natuurlijk geen slimme tegenstander gekozen, die politie. Want wat die groepering wel heel goed kan, dat is de publiciteit opzoeken. Want daar zijn het demonstranten voor, beroepsdemonstranten min of meer. Dus die weten wel heel goed hoe zij hun huidige zaak, waar ze dus zeggen van, nou, we willen openheid van zaken, we willen dat het niet opnieuw gebeurt. En die hebben dus een aantal successen geboekt. En ze hebben ook een aantal topadvocaten kunnen ze voor zich inzetten. Dus die politie heeft er een zware kluif aan. Maar die houden nog, ja, dat is toch typisch zo in Engeland. Daar zijn die geheime diensten oppermachtig. En dit is dan nog niet eens een geheime dienst. Ze doen werk wat eigenlijk een geheime dienst zou moeten doen. Maar het is de politie. Ook in Nederland is ze bij de kraakbeweging trouwens geïnfiltreerd. Maar ik vind dit wel volgens mij is het. Ik ken niet. Je zult vast in een of andere rare dictatuur wel iets vergelijkbaars hebben. Maar dit is toch wel erg. En de vrouwen die zijn slachtoffer. Die kinderen zijn nog veel meer slachtoffer. Die hebben zware psychische problemen. Omdat ze natuurlijk op een heel onnatuurlijke wijze zijn ontstaan, zeg maar. Binnen een relatie wat geen echte relatie was. En je hebt natuurlijk wel vaders die vrouwen het bed in lokken. En vervolgens niets meer van zich laten horen. Wat erg is. Maar dit is nog wel een graadje erger. Hè? Ik bedoel, en het bizarre was ook dat bij. Aan het einde van die relatie, die mannen die verdwenen dan op een gegeven moment. Het hele huis was. Dan kwam zo'n vrouw thuis uit te werk en het hele huis was geklint. Alle sporen aan die man, die waren allemaal weg. Adressen van die man uit adresboekjes verwijderd. Of tenminste adressen die met die man te maken hadden. Dus bijvoorbeeld van een broer van de man in kwestie. Nou, dat soort dingen. En die vrouwen, die waren hoogst ongerust. Een van die mannen had verteld dat hij. Omdat zijn koffer bekend zou raken, had hij verteld dat hij drugs gesmokkeld had, wat niet waar was. Maar die vrouw die maakte zich hooglijk ongerust of hij niet door die drugskartels gevangen was genomen. Dus, en dat de reden was dat hij verdwenen was. En verschillende van die vrouwen gingen dus op speurtocht. Maar met name bij één man was het zo dat hij die relatie ook nog langer volhield. Die was al bij de politie weg. Die werkte bij een privé detective bureau van een vroegere collega. En die kon kennelijk daar toch niet afstand van nemen. En die is toen nog een keer met die vrouw op vakantie geweest. En daarbij kwam zij achter bepaalde dingen. En dat heeft de hele zaak in gang gezet 11 jaar geleden. Maar schokkend. Echt, ik bedoel, hoe kunnen mensen bij de politie zo blind zijn? Wat is het doel hiervan? Dat kun je helemaal niet voorstellen. Ik bedoel, het waren hele gedweeën mensen die helemaal niet van die verschrikkelijke. Ja, goed, ze hadden natuurlijk wel sympathie. Het onderzoek is ontstaan waarschijnlijk, dat weet ik niet zeker, in de tijd van de anti-kernwapenbeweging. Maar
dat was natuurlijk wel in een tijd. En het was ook een club die natuurlijk de sympathieën van de vijand deelde. Dus ik snap dan wel dat je wat gaat onderzoeken. Maar er zijn toch in de tussentijd andere groeperingen geweest die het onderzoek meer dan waard waren. En waarom dan hier je resources voor inzetten? Hè? Het is onbegrijpelijk. En het is nog steeds niet duidelijk of het opgehouden is. Want dat willen ze niet toegeven. Ze hebben dus in 2015 heel formeel en heel diep door de... Want dan, ja, minister May had je toen en die wilde allerlei onderzoeken doen. En nou, toen dat onderzoek een keer gebeurde, toen ging de politie ook wel door de knieën. Maar toen hebben ze dus heel uitgebreid excuses. En er zijn 10 vrouwen die een fikse schadevergoeding gehad hebben. Maar het gaat er om veel meer. En die zijn nog steeds bezig. En ze hebben daarna hebben ze alle dossiers op slot gezet. Dus je kunt ook niet de schadevergoeding eisen als je de informatie niet hebt. En ja, dat is. Maar goed, met advocaten zijn ze de ene slag naar de andere aan het slaan. En vaak trekken ze toch aan het langste eind. Dus wie weet komt het eenmaal boven. Maar het is een zaak die volgens mij nog heel lang doorettert. En ja, het is gewoon. Van de vrouwen die het overkomen is natuurlijk hun leven gewoon. En ik bedoel, die mannen die kwamen ook bij de familie thuis over de vloer. Hè? En al die vrienden die. En ja, gelukkig worden die vrouwen er niet op aangekeken dat zij met een spion binnen de beweging wat hadden. Want dat zul je ook nog krijgen. Maar dat is gelukkig niet zo. De loyaliteit van die vrouwen is niet aan de orde. En er zijn mannen die van die politiemensen die er echt spijt van hebben dat ze die zeg maar nieuwe vrouw niet kunnen behouden. Hè? Dus dat is er ook nog. Een hele onverkwikkelijke zaak. Nou ja, dat gebeurt al vaker, maar dit is toch wel heel erg, moet ik zeggen hoor. En er is hier ook in Engeland is het zo dat de wetgeving is zo dat als je iemand tot seks overhaalt met valse voorwenselen. Bijvoorbeeld je beter voor te doen dan je bent. Dan is dat verkrachting daar. Dus daar is ook nog sprake van dat de mensen daarmee aangeklaagd worden. Er is iets wat meer naar de achtergrond nu. Maar dus dat zou daar ook nog kunnen. Dat uiteindelijk gebeurt. Maar vooralsnog zijn die agenten buiten de... Ja, een beetje uit de wind gehouden. En een deel van het materiaal valt ook nog wel onder de Official Secrets Act. Dus dat heeft een gradatie van geheimhouding. In Amerika is het zo dat... In Amerika hebben ze een makkelijk archiefbeleid wat dat betreft. Hè? Ik had een blad waar ik werkte vroeger. Daar hadden ze ook, daar hadden ze een prachtige archivering. Namelijk, en dat was volkomen duidelijk. Na 14 dagen gooien we alles weg. Dat was bij een van die uitgevers waar ik werkte. Ik wilde een keer research doen. Ja, nee, dat hebben we niet. Dat is, als het 14 dagen oud is, alles wat we overhouden, dat gaat met oud papier. Oké. Maar hier is het ook een beetje zo. In Amerika is het zo, na 20 jaar gooien we alle archieven open, tenzij. En er zijn een paar dingen die dan te geheim zijn. Of het zijn dan dingen die dan nu nog steeds spelen. Maar in Engeland houden ze er wel meer de kaken op elkaar. En niet zoals hier, maar toch wel... Terwijl ze hier op hele andere gebieden ineens wel open zijn. Maar hier zijn ze toch wat krampachtig. Met name met WOP-verzoeken. Dat is echt, Nederland is het slechtste jongetje van de klas. Al jarenlang. En ze denken dat ze dat niet zijn. Maar goed, tot zover. Daily Minutes, inspiratie genoeg. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. However, real things included in it may have been exaggerated or not, or may have been placed out of context. No rights can be derived from the content, nor is creator responsible for any consequences of the content. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek, ON3JVB, voor altijd de Joker van België.